Hey Esther, welkom. Fijn dat Goedemorgen, je wilt Danielle. vertellen. Hoi. Hoi, hoi. Fijn dat je wilt vertellen over jouw reis als online business expert. Ja, En wil dat je mij klopt. eens vertellen, waar liep jij in je vorige werksituatie tegenaan voordat jij de stap maakte om online business expert te worden? Ik merk dat ik mijn energie niet kwijt kon en me eigenlijk beperkt voelde in de dingen die ik kon. Dat was echt een gat. Dus ik was echt aan het zoeken van, ik kan meer, ik wil meer, en hoe ga ik dat doen? Ja, en wist je toen al precies van wat zou dat kunnen zijn? Nee, ik was echt aan het zoeken en het pioneren, waar ligt mijn passie? Ja, toen ben jij, totdat je eigenlijk het begrip online business expert tegenkwam, en toen dacht je, hey, dat zou iets voor mij kunnen zijn, toen ben je gaan onderzoeken. Absoluut. En En heel wat? snel werd het duidelijk voor mij, ja. Ja, en wat hield jou in eerste instantie tegen om eigenlijk die stap te zetten om online business expert te worden? Onzeker, maar dat was een stukje van mezelf. Kan ik het wel? Maar eigenlijk stapte ik daar wel vrij snel overheen, ook door een gesprek met jou. En ik heb 20 jaar ervaring op allerlei gebieden, dus ik heb gewoon veel te bieden. Niet om op te scheppen, maar ik heb gewoon heel veel bagage. Ja, je hebt heel veel ervaring en nu Ja. voelde je van hen, nu is het de tijd om dat in te zetten voor Definitief. mezelf. Nu je hebt besloten om ervoor te gaan, wat is jouw grootste verlangen? Als je gaat kijken naar online business expert, wat gaat dat voor jou waarmaken? Een droom. Echt, ja, als ik nu kijk hoe ik dagelijks geniet. Het is gewoon zo gaaf om gesprekken te hebben met ondernemers. En te merken dat je ze kan helpen. En dat is een combinatie van het meedenken, het strategische, een sparringpartner. En van daaruit kun je samen ruimte creëren om aan een groeiplan te gaan werken. Ja, dus jij hebt ervoor gekozen om een stukje ondersteuning te bieden, ook bijvoorbeeld qua e-mailverkeer, hè? Je kunt je als online business expert dus buiten de online marketing ook kiezen voor een aantal specialismes waar je je op wil richten. En jij bent heel erg van het plannen en het organiseren. Klopt, ja. En online marketing biedt, ja, dat is een belangrijk iets om bedrijven te laten groeien. Hoe ziet dat stuk voor online marketing er voor jou uit? Hoe heb jij dat geïmplementeerd in jouw bedrijf en hoe help je daar ondernemers bij? Als ik in gesprek ga met een ondernemer, dan gaan we kijken van met de marketing. Wat staat er al? Wat doet een ondernemer al? Maar vooral, wat is het doel van de ondernemer en wat is daarvoor nodig? En je hebt ook een speciaal traject ontwikkeld voor Klopt, ondernemers. Hoe ziet dat eruit? ja. Ik was aan het nadenken en hoe kan ik ondernemers helpen echt met een vliegende start? Het heet de opzwieper. En opzwieper denken mensen toch negatief, maar ik bedoel het juist positief. Het is gesplitst in twee delen. Het ene is een VIP-dag, dat we één op één aan de slag gaan. Dat ik heel veel ondernemers ga vragen, onder andere wat is de ideale klant van de ondernemer. En vanuit die VIP-dag maak ik het marketingplan voor de klant en een actielijst. En de optie Plus Plus is een traject van ongeveer 4 maanden. Daarin zitten een aantal coachgesprekken om de ondernemer in de actiestand te houden, maar ook te ondersteunen. Daarin kunnen we kijken van, nou, dit hebben we geschreven. Wat ga je doen? Hoe gaat het? Wat moeten we bijschaven? Wat gaat heel goed of wat lukt niet? Dus echt dat je naast de ondernemer staat om hem te helpen met groeien. Iemand juist dat duwtje in de rug kan geven. En dat werkt vaak van twee kanten. Ik leer daar ook weer van. Ja, precies. Het is een heel leerzaam traject voor beide Klopt. eigenlijk, waarbij je beide ook groeit, hè? Absoluut. Ja, Leuk. ja, ja. En waarom is dat voor heel veel ondernemers nodig, zo'n traject? Zitten vaak vast in hun eigen bubbel. Wat brengt online ondernemen voor jou? Vrijheid. Hoe En ziet dat veel eruit? mogelijkheden. Het is gewoon heel fijn om vanuit huis te werken, het zelf in te delen. En ik vind het heerlijk om af en toe met de klant af te spreken op locatie. Dat is soms ook nodig, het persoonlijke. Maar veel online, dus het biedt zoveel mogelijkheden. En soms gaat er een wereld voor ondernemers open als je bepaalde zaken uitlegt. Kan dit ook? Zeg ja. En dat is gewoon zo bijzonder dat je dan ja, echt een ondernemer kan helpen met praktische dingen inrichten, waardoor alles al makkelijker gaat. Hey, en jij werkt ook samen met Ja, een team. Kun klopt. je daar iets over vertellen? Ja, vorig jaar oktober, toen ik een jaar bezig was, merkte ik dat het echt druk werd. En ik ook aanvragen kreeg waarvan ik niet zoveel expertise had.
maar wel een hele goede klik met de ondernemer. Dus ik heb twee dames, VA's, benaderd die ik al kende. Mm-hmm. En we zijn in gesprek gegaan en zij zijn nu in mijn team. En het is echt zo'n goede stap geweest. Met z'n drieën, ja, samen bereik je meer. Aan wie zou jij het aanraden om te starten als online business expert? Ik denk, als jij gekozen hebt voor het online ondernemen en je veel hebt met marketing en het meedenken met ondernemers, dat kan als coach zijn of als uitvoering. Ja, precies. En je kijkt ook business breed, hè? Dus niet alleen online marketing, maar ook business breed om te groeien. Ja. Klopt, dat is het voordeel van online business expert. Je weet heel veel, dus je ziet ook in een bedrijf, bij een ondernemer, andere taken. Die beter veranderd kunnen worden. En daarin kun je advies geven. Ja, mooi. Nou, dankjewel Esther. Ja. Voor jouw bijdrage en je openhartigheid over jouw reis. Graag gedaan.